in het registratiegebouw. Daar werden we per barak naartoe gevoerd. En daar zaten mensen achter. Het waren geen mensen. En ik wilde beesten niet beledigen. Ik kon niet zeggen dat het beesten waren. Maar ze waren erger. En daar moest je vertellen wie je was. Je moest je huissleutels afgeven. Van je woning. En alles wat je bezat, moest je afgeven. Nee, ik bezat niks meer. Een beetje wisselgeld in mijn portemonnee heb ik op tafel gelegd. En degene die me ondervroeg, die was van zogenaamd van de bank Lidman en Roosendal. Er was een bank in Nederland, Lidman en Roosendal, die door de Duitsers benoemd waren om Joodse bezittingen te beheren. En dat hebben ze gedaan op grote schaal, maar niet meer als Joodse bezitters. De naam bleef. Maar verder was het een bank die de mensen alles afnam. En daar was een filiaal van in Westerbork. En daar was een jongen, misschien 18 jaar, die zat aan de andere kant van het tafeltje en me behandelde alsof ik de snotneus was. En hij was de snotneus. Ja. Heb je geld bij je? En hij was me niet waard om antwoord te geven. Ik pakte mijn portemonnee, ligt op tafel. Daar is het. En het was bijna niks. Waar is het andere? Ik heb geen andere. We krijgen het uit je los. Je gaat naar het kamertje toe. Dat was een afgeschoten kamertje. En we krijgen het uit je zakken. En het zal niet zo lekker wezen. Een snotneus, misschien 17, 18 jaar. Die was van de NSB. En die hadden baantjes in Westerbork. Die liepen ook geuniformd rond. In Westerbork. En iedereen moest uit de weg. En je moest ze een bepaalde eerbied betonen. Snotneuzen. Ja. In elk geval. Hij kreeg niks uit me wat ik had. Waar zijn je huissleutels? Je, zei hij. Hij had behoorlijk u kunnen zeggen. Nee, waar zijn je huissleutels? Zijn ze dat allemaal, weet je dat zeker? Ja, dat zijn ze allemaal. We krijgen ze los van je. Het zal niet zo lekker wezen in het kamertje. En bij dat kamertje, net als een kleedhokje zoals ik later in mijn kleermakerij had. En daar stond een SA-man, bruin uniform en een havikskop had hij. En die keek heel gevaarlijk. En we hoorden hem slaan aan andere mensen. We hoorden dat ze geslagen werden in dat hokje. Dan ging hij met ze mee naar binnen en dan sloeg hij net zo lang tot ze helemaal uitgeschud waren. Dus als je niet goed deed aan de tafel bij die snotneus, dan moest je naar het kamertje toe. En dan zegt hij, je gaat naar het kamertje. Zeg, dat zou je niet helpen. Hoe komt het dat je geen geld bij je hebt? Omdat mijn vrouw niet hier is. Ik zit te wachten op mijn vrouw. Ik gaf maar een reden. En het was waar, maar ik gaf het op als reden dat ik geen geld bij me had.